Arjan Amin schreef met muzikale vrienden een lied voor de 75e herdenking van de slag om Arnhem. Het lied De Brug is een eerbetoon aan alle die vochten voor onze vrijheid. You battled in unfamiliar streets, towered up in flames that night, and God turned its back when you called his name, and the river took all our dreams at night. Bridge too far, you would land. Bridge too far, took your time. Bridge too far, you would lay down forevermore. Jouw lied, Arjan. Nou ja, ik moet een beetje corrigeren. Niet alleen mijn lied, maar ook die van Alice Springs en Mark de Grauw. We hebben met z'n drieën gecomponeerd. En ook George Konings van Sound Vision Studio. En Wassim. En Wassim Arslan, zeker. Hij neemt het oosterse deel van de zang, hè, voor, voor zijn rekening. Ja. Jij bent opgegroeid hier in Arnhem, in vrijheid. Absoluut. Zoon van Dini van Velen. Ja. En van jouw vader, hè? Ja. En die komt uit Irak. Ja. En dat was geen salafist. En dat was geen salafist. Nee, om dat maar eens gezegd. Hij is 12 jaar geleden is die overleden. Wat heeft jou ertoe bewogen om dit lied te schrijven? Nou, ik zat eigenlijk... En Alice nodigde mij uit om samen een nummer te gaan maken. En ik zat met mijn moeder te kletsen over de oorlog eigenlijk. En ik had met Alice... Ik zat te denken van wat verenigt ons nou? En wat ons verenigt, dacht ik van het is de Rijn. Arnhem is de Rijn. Als kind ging ik vaak naar de Rijn of als tiener. Mijn eerste liefdetjes nam ik mee naar de strandjes aan de Rijn. En mijn moeder vertelde een verhaal over de Tweede Wereldoorlog... waarin mijn opa op de dag dat de slag om Arnhem uitbrak... 's ochtends vroeg, want mijn opa was een van de laatste stadsboeren van Arnhem... Naar de uiterwaarden is gegaan, want daar stonden de koeien. De koeien stonden ook wel eens in Sonsbeek of in Ziekenhuis. En mevrouw van Velen gaat over uw vader, hè? Die was de koeien aan het melken in Arnhem-Zuid. Wat gebeurde er toen? Nou, toen begonnen dus de vliegtuigen alle bommen af te werpen. En hij was daar om die koeien te melken. En hij is een droge sloot ingevlucht met een emmer op zijn hoofd. En die heeft daar gewacht totdat het afgelopen was. En zag ondertussen dat al zijn koeien beschoten werden. Ja. 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 Hij moest lang wachten, hè? Hij moest heel lang wachten tot het donker werd. En toen is hij naar de Rijn gegaan. En toen heeft iemand hem met gevaar voor eigen leven naar de overkant geroeid. En het gezin, waaronder u, een meisje van thuis, zat thuis op die boerderij in spanning af te wachten. Ja. Hoe ging dat? Wat voelde u daarbij? Wat weet u daar nog van? Nou, dat je heel erg in angst zat. En om 3 uur 's nachts? En om 3 uur 's nachts kwam die thuis. De hele stad stond in brand? De hele stad stond in brand. Dus hij moest overal langs. Ja, kan je je voorstellen wat er door die man heen gegaan is, hè? Ik kan me gelukkig niks bij voorstellen. Nee, ongelukkig. Nee. Ja, ja. U bent met het hele gezin geëvacueerd naar Apeldoorn, naar een vriend van uw vader. Kunt u die tocht over die Apeldoornse weg beschrijven? Wat nam u mee? Wie was er bij u? Nou, we zijn dus met 2 paardenwagens, met volgeladen met spullen. Onder andere ook mijn grootouders en mijn oma die ziek was. Gingen we allemaal, zij zat in een hele grote stoel waar ze normaal ook in zat, helemaal ingepakt, want ze op die was wagen. Altijd ziek. En toen zijn we de eerste dag tot aan Terlet gekomen. En daar vandaan zijn we, daar hebben we de nacht doorgebracht. En een oom van mij die is met het andere paard naar Hoenderlo gegaan, waar zij dus ondergebracht werden. Hij is dus de volgende dag teruggekomen en is toen bij de Woeste Hoeve beschoten. Dus paard was dood voor de kar. En hij had zelf 1 schaafwond. En dat was heel weinig dus. Voor wat... Maar u ging dus met paarden en wagens en de 2 overgebleven koeien, hè, want die stonden op stal. Ja. Ging u naar Apeldoorn. Hoe lang verbleef u daar met het gezin? In Apeldoorn? Ja. 9 maanden. 9 maanden. En daarna keerde u terug naar Arnhem, moest de boerderij weer opnieuw opgebouwd worden. Ja. Werd er thuis veel gesproken over de oorlog? Sprak u met uw ouders daarover? Nee. Nee? Nee. Heel weinig. Weet u waarom dat zo was? Nou, ik
denk dat het was omdat het zo'n ontzettende pijn deed dat ze er niet over wilde praten. Jouw moeder deelde die verhalen wel met jou? Ja, maar pas laat hoor. Onze jeugd heeft het eigenlijk nooit over gegaan. Wij, de Tweede Wereldoorlog, als je opgroeit in Arnhem, dan heb je elk jaar de Airborne. Toen de film werd opgenomen, Brug te ver, kwamen die grote vliegtuigen over. Dat vonden wij als kinderen fantastisch. En we gingen ook in de spoordijk in Oosterbeek gingen we kogels zoeken en dat soort zaken. Dus die Tweede Wereldoorlog, die hoort er wel voor ons echt wel bij. Ook al hebben we hem zelf niet meegemaakt. En we hoorden wel de verhalen van familieleden. En niet alleen van de familieleden van jouw moeder, maar ook familieleden van jouw vader. Ja. He, want jouw neefje is ook beschoten, net als haar oom. Ja, dat is heel bijzonder. Toen hij op de vlucht was. He, en dat was onder het regime van Saddam Hussein. Ja, inderdaad. Hij woont inmiddels in Zwolle en heeft daar een familie en is verpleger. Maar de grote uittochten in de jaren 90, die je ook op tv zag. Daar zaten hun tussen. En die werden beschoten door de helikopters van Saddam. En hij vertelde me dat wel eens tussen neus en lippen door. Maar ik was onlangs weer in Saddam. En toen, in Irak. Ja. En toen hoorde ik dat die helikopters, dat waren echt een soort van zwermen helikopters. Die joegen gewoon op de koer. En je hebt in Irak recent dus de gevolgen van IS gezien. Nu heb je dat lied gemaakt, De Brug. Ja. En je hebt ervoor gekozen om het leed van toen, hè, het leed wat jouw moeder aan de lijve heeft ondervonden. En het leed dat de mensen helaas ook anno 2019 nog moeten doorstaan, samen te brengen in één lied. Ja, het was. Nou, we hadden net, ik had het met Alistair ook over van hoe zouden wij zijn in de strijd. Hè? Zouden we, je deelt wel eens je vrienden in, zouden het NSB'ers zijn geweest of niet. Maar en hoe zal de wereld er voor onze kinderen uitzien? Ook nu staat de wereld bijna letterlijk in brand. En we hebben Wassim, die er helaas vandaag niet bij kon zijn, meegemaakt. Ik heb met Wassim wel staan oefenen en dan had hij zijn zus aan de lijn in Aleppo. En hij hangt een beetje bleek op en hij zegt, ja, het front loopt nu door de keuken van mijn zus. Nou, dat kwam er wel even heel erg dichtbij. Dan komt het ineens heel dichtbij. Ja. Hoe belangrijk is het, mevrouw Van Velen, dat we nog steeds herdenken 75 jaar na dato? Nou, heel belangrijk. Heel belangrijk. Komt ieder jaar weer terug. En bent u trots op uw zoon dat hij dit lied heeft geschreven? Ja, geweldig. Ja? Je zit een trotse moeder. Ja, zeker. En jullie willen het lied. Ook een trotse zoon, hoor. En een trotse zoon. Ja. En terecht. Ja. Hè? 85 zou je niet zeggen, nee, dat zou je niet zeggen. Mocht toch een leuke man zijn. En jullie willen het lied, hè, symbolisch aanbieden aan al die mensen die gevochten hebben voor onze vrijheid. Absoluut. En we beseffen met z'n allen hoe kwetsbaar die vrijheid is. Absoluut. We gaan, volgende week gaan we herdenken. Dat doen we ook bij Omroep Gelderland. Ja. Loop met mij mee aan de tafel. Ja. Dan gaan we even over verder praten. Goed, dankjewel.